Hallo allemaal, Maurits hier. Het is de tweede vlog voor de Walk for Veterans. Vandaag ben ik er super vroeg bij, voor 6 al op pad. Het bos in. En we weten allemaal, 's ochtends vroeg is het bos op zijn mooist. Vandaag loop ik een route, verken ik een route, leg ik de laatste hand aan de route die binnenkort online komt. Het is een route van A naar B, tussen Maren en Rhenen. Waarbij ik de trein gebruik om weer terug te komen op mijn startpunt. Dus mondkapje mee. Wat kom je tegen tijdens deze 33 kilometer lange trail of wandelroute? Ja, want daar kan je hem ook gewoon voor gebruiken. Ja, hij brengt je over de 14 hoogste toppen van de zuidelijke heuvelrug. Waarbij ik altijd gebruik maak van de paden. Geen gedoe in het zijterrein. Ja, safety first. Verder de hoogtepunten van de twee andere trailroutes over de heuvelrug. En als mega bonus de Grebbeberg. Ja, het meest historische punt van de heuvelrug. Ja, hier is natuurlijk enorm gevochten in de begindagen van de Tweede Wereldoorlog. En na de Tweede Wereldoorlog is hier een erebegraafplaats ingericht. Beide plaatsen kom je langs. Ja, sta er ook gewoon even bij stil. Neem de tijd om het in je op te nemen. Even kijken waar ik mijn voeten neerzet. Voor mij zit het er wel bijna op. Ik ben van Maren naar Rhenen gelopen. Dus ik ben er bijna. De laatste 2 kilometer. Super genoten. Het is nog steeds super stil. Ja, ga ervoor. Deze route echt een aanrader. Tot de volgende vlog. Ai ai.